Dit is mijn werkkamer. Hier worden de meesterwerken geschreven. En hoe schrijft u? Met de schrijfmachine. Hier staat hij. Ik ben natuurlijk begonnen met vulpen op papier. Toen heb ik als journalist leren schrijven op de schrijfmachine en daar is het bij gebleven. Ik gebruik geen modernere apparatuur, ik gebruik ook geen media die voor mij om onnaspeurlijke redenen sociaal worden genoemd. Ik heb ook heel veel met natuur. Ik woon ook in Arnhem zoals hij. Ik kom ook op heel veel plaatsen waar hij dan wandelt. Maar waar hij gewoon wandelt, vroeger dan met zijn bekende hondje. En daar gewone dingen ontmoeten, ja, daar maakt hij een mooi verhaal van. En ik observeer dan een bepaald beest of een bepaald plantje en dat is het dan. Maar hij maakt er een mooi verhaal van. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, hoe werkt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, andere mensen die zijn geen schrijver. En je kunt ook vragen, hoe werkt het bij jullie? Maar bij mij werkt het zo dat ik dan dat ik dingen automatisch begin om te zetten in zinnen. Zinnen waarvan ik meteen het gevoel heb van, oh ja, dan moet daar een bijzin, dan moet daar een komma, een bijzinnetje en daar weer een komma en dan maakt die zin af. Ja, zo werkt het gewoon. Het werkt net als gekte, maar dan in een vrij normale setting. Ik denk dat zijn fanclub toch met name in de natuur- en landschapshoek liggen. Maar ja, ook zijn historische romans die zijn toch wel in trek geweest toen ze uitkwamen. Dus, maar ja, wat ik net al zei, voor mij is toch vooral de schrijver van landschap en natuur. En ik denk dat dat toch wel de hoofdmoot van zijn fanclub ook is. Ja. Wat kenmerkt de fanclub? Nou ja, vaak die gezamenlijke belangstelling voor natuur. Voor huisdieren ook. Soms hebben we een klant, ja, ken Koos van Zomeren ook. En onze honden kennen elkaar ook. Dus dat is ook een band wat mensen met hem hebben. Via het huisdier. Dat was met een hondje, Rekel. Het is een erg leuk boek en ik zou hem iedereen aanraden om het te lezen. Want daar heb je heel veel plezier aan. Mooi verhaal. Ik denk dat ik hier wel iets heb wat jullie leuk vinden. Of leuk moeten vinden, want hier is het mee begonnen. Dus dit is 50 jaar geleden. Maar het was voor een groot deel ook inderdaad knutselwerk. Hè. Ik bedoel, dit is het bewijs van toegang tot het ronde comité in Hank. Hank is een plaatsje in de buurt van de Biesbos. En bij de arbeiderspers reageerden ze van, kom eens praten. Twee mannen zaten daar. En die zaten te bulderen van het lachen, want die vonden het zo verschrikkelijk geestig wat ik gemaakt had. Of komisch, of raar, of bizar, of waarom. Zij zaten te bulderen van het lachen. Dus ik werd daar een beetje stil van, want ik dacht, ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Het is wel kunst, weet je wel. En dat is mijn debuut geworden. En dat staat hier. Koos van Zomeren, de wielerkoers van Hank. Woensdagavond ook gaan om hem eens even goed in het zonnetje te zetten. En die 50 jaar, en als je ook kijkt wat hij in die 50 jaar geproduceerd heeft, dat is zo ontzettend veel. Om dat nog eens in wat anekdotes misschien de revue te laten passeren. En er voor hem vooral een feestje van te maken. En ik denk dat hij het zelf ook het leukste vindt om voor de mensen die er zijn uit zijn nieuwste boek voor te lezen. Ja, heeft hij nog plannen? Nou, dat is een soort taboe onder schrijvers om te praten over wat je nog gaat doen. En ik moet nu eerst even die festiviteiten door van dat 50-jarig jubileum en de presentatie van het nieuwe boek en de interviews die daarin vasthangen. En dan moeten we even rustig worden en dan moet ik eens kijken wat ik ga doen.